Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complete hier op mijn kanaal Jaraski Gaming. We gaan vandaag, zoals je kan zien, een Team Deathmatch potje spelen op Drift. En we gaan spelen met de IMR Royalty. Ik heb eindelijk een royalty kunnen krijgen. En we gaan dus eindelijk ook ermee spelen. De IMR Royalty is gewoon een chille gun. Hij heeft al zijn stats veranderd, dus ik weet ook zelf niet precies wat er allemaal op staat. Maar de ene is omhoog, de andere is omlaag, dat is weer omhoog, dat is weer omlaag. Maar we gaan natuurlijk gewoon kijken of we een mooie score mee kunnen gaan neerzetten. Dit is mijn class, IMR Royalty met de Quick Draw en de Stock Attachment erop. We hebben Low Profile, Lightweight, Blind Ice, Scavenger en Toughness als perks aanstaan. En de score streaks zijn de UAV met de support en de... Hoe heet dat? Dat ding dat je iedereen kan zien. Threat Detection erop. En natuurlijk nog eens... Zo, dit ding is lekker man. En natuurlijk nog eens de System Mac en de Warbird. Dus ik hoop natuurlijk dat we het allemaal mooi kunnen gaan halen. En dat we gewoon een awesome potje kunnen gaan neerzetten. Dus vind ik de video nu al leuk. En handen natuurlijk zo'n kaartje bedrijven op de helft mijn norm. En dan gaan we natuurlijk zoals altijd. Want er zit hier nog een enemy naast me namelijk. Ik weet alleen niet waar. Daar dus. Oh my god, ik zat ze te zoeken, jongen. Ik zat er echt keihard ingesloten. Ik wilde eigenlijk niet campen, maar ik dacht, fuck it, ik moet wel. Als ik daar niet ging campen, was ik sowieso dood. Wow, supply drop. Kunnen we zo meteen even openen. Zo, hij is niet heel erg sterk, deze IMR. Want wat ik wel weet namelijk van deze IMR is dat de fire rate omlaag is. En als de fire rate omlaag gaat bij een 3-shot wapen, dan schiet hij natuurlijk al die bursten die we afvuren, schiet hij natuurlijk minder snel achter elkaar. En dat is best wel... Best wel een heel groot nadeel. En dat is ook een nadeel als je fucking gaat lopen campen, dildo. Dat is namelijk noob. Dat is een nadeel waar we niks aan kunnen doen, maar dat is gewoon noob. Ah, kut. Hij zit er nog steeds, man. Nou, nu zit je niet te campen. Nee, nee, dan ben je in één keer dood, jongen. Ah, hij is best wel slecht, jongen, deze IMR. Door de fire rate. Hij moet veel sneller kunnen schieten, want dan is het een base ding. Maar hij schiet niet sneller. Dat ligt aan de versie van deze IMR. Hij ziet er wel sexy uit, though, die camo. Geef toe. Geef toe, jongens. Die camo ziet er sexy uit. Oh, let's go. Weg hier. Doei. De ballen. Even mijn UAV inroepen, hoor. Want ik word hier zo meteen weer ingesloten. Dat kan ik je nu alvast garanderen. Ik heb ook geen flauw idee waar alle enemies zitten. Ik loop maar gewoon een beetje rond. Oh, ik ben zo scheef. Ik hoorde al dat die vent in mijn rug zat. Ah, ik ben mijn aim is poep, jongen. Lekker teammate. Mooie kill, mooie kill, mooie kill. Ah, Jan. Waarom zuig je zo hard? Het is... We spelen 2 tegen 5. Waar is mijn team? Waar de fuck is mijn team? Ik heb gewoon geen team. Hé, hey, lekker eerlijk dit Call of Duty. Stink game. Ik ben kaart ingesloten. Er zitten hier 20.000. Ja, ik ben dood. Yep. Oké, er komen alweer teammates bij me gelukkig. Want 2 tegen 5 is niet echt eerlijk om te spelen, vind ik zelf. Ik denk dat jullie daar wel met me over eens zijn. Het is wel leuk, het is wel leuk. Maar je gaat er niet mee winnen. Ah, shit, sorry. Hij schiet te langzaam, man. Als de fire rate van dit wapen... Dat is het enige. Als de fire rate iets hoger lag... Dan kon je er serieus echt bezig mee gaan. Maar hij schiet net... Net iets te traag, vind ik, jongen. Kut camper. Maar hij schiet wel lekker. Hij schiet net iets te traag. Dat is het enige nadeel. Zo, lekker teammate. Dat is het enige, echt waar. Als hij iets sneller had geschoten, was het beest van een wapen geweest. Je killt mensen snel. Je killt mensen chill. Alleen de fire rate is een nadeel. Zie je? Als hij daar iets aan had geschoten, dan was ik die tweede burst was er dan alweer achteraan gegaan. Maar dat is jammer, man. Dat vind ik echt jammer. Maar het is altijd bij zo'n wapen. Zo'n wapen is super chill, super sterk. Er zit altijd één nadeel aan. En elk wapen in deze game. Elk wapen heeft één nadeel. Ja, dat is jammer hè, dat je carepack daar lag. Want ik stond er even naast, jongen. Oh, kut, die missile strike. Ren. Ik zit hier niet veilig. Fuck, dit is echt een kutspot, Jan.
Wow, teammate, je redt mijn leven, dankjewel. Oh, kut, lawine komt eraan. Lawine komt eraan. Oh, ik zit in een lawine. Help. Help. Ik kom er niet meer uit. Ik wou die enemy nog pakken. Ik kwam er niet meer uit, man. Nou, oké, de lawine is gekomen, dankjewel. Dankjewel voor deze mooie bijdrage, Call of Duty. Ik ben er echt blij mee. Maar niet fucking heus. Ah, ik had hem nog bijna, jongen. En weer is... Oh, nu zijn de enemies weg. What the fuck, jongens. Gaat lekker hier, hoor. Iedereen race quit. Ik moet er nog steeds een systeem tegen verzinnen dat je niet meer kan race quit. Maar oké. Dat heb ik al 100.000 keer gezegd. En nog steeds zit het niet in de game. Dus zit er één achter me. Ik weet het. Hoeveel sta ik? Ik sta 21-13. Dat is op zich nog wel een mooie score, maar... Ik zit nog steeds met die fire rate te kutten, jongen. En ik zit te kutten dat ik alles misschiet. Oké. Daar is natuurlijk niemand om te blamen, behalve de Xbox-controller, want ik kan daar gewoon niet mee omgaan. Maar, dat maakt niet uit. Oh, wat een bullshit, man. Oh. Teammate, je blijft hier gewoon campen terwijl er iemand naast je staat. Volgens mij is dat niet echt de bedoeling van campen. Volgens mij is de bedoeling van campen dat op het moment dat er iemand naast staat, je hem ook daadwerkelijk... Teammate, ik zweer, ik gaan allebei dood. Ja, mooi granaat, man. Bijna, jongen. Maar nog niet helemaal. Ik zit hier te campen. Sorry, ik was aan het campen. Maar soms mag het even. Heel soms. Zoals nu. Dit is een moment waarop het mag. Ik weet niet waarom het nu mag, maar het mag. Ik ben zo vies van campen nu, jongen. Sorry, enemies. Soms moet ik het gewoon even doen. Soms kan ik het niet laten. Hij is ook best wel snel leeg bij de way, dit wapen. Hij reload wel echt super snel, dat wel. Hij reload echt heel erg snel. En hij is ook gewoon, als je twee enemies killt ongeveer met mijn aim, ook gewoon leeg. Dus dat is natuurlijk wel een groot nadeel, want ik schiet namelijk alles mis. En dat is niet zo mooi, hè, als je alles mis schiet. Au. Ik heb wel weer een UAV, jongens, hier. Ik vind het wel sexy, hoor, dit wapentje. Oeh. En helaas, het enige nadeel is die fire rate. Dat is serieus het enige nadeel. Als die fire rate gewoon ietsje... Sorry, teammate, ik probeerde te rennen, maar ik dacht dat je wou. Als die fire rate gewoon ietsje hoger was... Gewoon in plaats van min 1, want ik weet dat die namelijk 1 omlaag is. Maar in plaats van min 1 plus 2 was geweest of zo... Dan had je een magnifiek chill wapentje gehad. Zo, we gaan even beesten. Ik heb nog even System Mac gehaald. Hier, System Mac, bitch. Roept die lullen. Die lullen's roepen net een UAV in en shit. En roep ik net ook een System Mac in. Dat is een mooie timing voor mij, man. Die vind ik wel veel leuk voor die enemies. Lekker voor je. Lekker voor je. Oeh. Dat was geluk, hoor, daar. Zo. Camper Jaraski, jalalalala. Uh-oh. Ik heb geluk dat deze gun zo snel reload, gek. Zag je dat? Ik heb geluk dat deze gun zo snel reload. Hij reload echt super, mega, ubersnel. Jongens, je weet dat er iemand achter je aan zit, hè? Ik heb niet voor niets een UAV ingeroepen. Ik heb hem al voor je, alsjeblieft. Ah, oh, de fire rate! Nou ja, weet je wat het eigenlijk is? De fire rate maakt niet heel veel uit. Alleen, als je de fire rate verlaagt, dan moet je de damage eigenlijk ook verhogen, weet je wel? Dan moet je het compenseren. Dan maakt het niet uit. Alleen, doordat ik ook zo scheef ben... want dat ben ik gewoon, klaar. Daar kan ik niks anders voor zeggen. Doordat ik ook zo scheef ben, moet ik natuurlijk ook veel meer raak schieten. Maar dat maakt niet uit. Als een wapentje om te gebruiken, royalty camo, daar ging dat natuurlijk even om. En, kijk, oh, dit is die nieuwe wapen, de Death Trumpet. Dit is de nieuwe shotgun. Wow, yo. Het is de eerste keer dat ik hem zie, gek. Wow, yo. Zo, dat ding is hard. 40-19 is mijn i-score. Dat is gewoon een mooie score. Natuurlijk kill net van 2,5 of zo. Zoiets. Dus ja, we hebben in ieder geval een lekker potje gespeeld. Daar gaat het natuurlijk om. En de IMR. Royalty. Als een wapentje om te gebruiken. Maar als je kijkt naar de stats. Dat kan ik nu namelijk laten zien. Dan zie je. Dat. Even kijken. Hoe doe ik dat?
dat de fire rate min 1 is. Die fire rate had gewoon hetzelfde moeten blijven. Dan maakt het geen ene drol uit. Of hij moest juist iets hoger zijn. Als de fire rate iets hoger was, dan was het de base van een wapen geweest. Maar dat is het enige nadeel aan de IMR. Verder, awesome camo. Awesome wapentje. Behalve de fire rate is net iets te laag voor mij om chill mee te kunnen schieten. Maar dat is mijn eigen mening. Andere mensen zullen het echt een chill wapentje vinden. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze live complete. Mocht jullie nou hebben genoten, dan natuurlijk sowieso hier beneden. Kijk op de like op, dat helpt mij enorm. En dan zeg ik thanks for watching allemaal. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.